voormalige Intersportpand op plein 44 is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw in brand gestoken. In december vorig jaar stond het pand ook al in brand, waarna eigenaar en vastgoedondernemer Ton Hendricks het gebouw hermetisch liet afsluiten. Volgens Hendricks is de brand 100% zeker aangestoken. Dat zou de brandweer aan Hendricks hebben bevestigd. Alle brandbare spullen waren in december al uit het pand gehaald, maar dit keer zouden de houten vloeren zijn aangestoken. In het voormalige Intersportpand moeten volgens Hendricks zo snel mogelijk woningen gebouwd gaan worden.